Goedemorgen. Gisterenochtend was het in Groningen een beetje winter, want we hadden te maken met aanvriezende mista. Normaal gesproken uh, zien we dit soort plaatjes alleen bij ijzel. Ijzel dat is natuurlijk regen die onderkoeld is en bevriest als de regen het aardoppervlak raakt. Maar in dit geval was er sprake van een bijzonder geval, namelijk aanvriezende mist. Een soort van ijzel zou je kunnen zeggen. Die mistdruppeltjes zijn onderkoeld, die zweven in de lucht, die zijn nogal vloeibaar, maar zodra ze bijvoorbeeld deze riet uh, stengel aanraken, dan bevriezen ze. als de temperatuur net onder het vriespunt ligt. Nou, een mooi gezicht, maar voorlopig is dat wel het laatste beetje winter wat we hebben. want vandaag is het al een stuk zachter dan gisteren. met temperaturen in het zuiden zelfs in de dubbele cijfers. Dus uh, dat is een stuk zachter, zelfs iets zachter dan normaal. De normale temperatuur is nu zo'n 8 graden in deze tijd van het jaar. Verder is het op de meeste plaats droog vandaag. De zon laat zich regelmatig zien, al wat al helemaal geen slechte herfstdag. De wind die komt erbij uit het zuidoosten is overwegend matig van kracht. De komende dagen blijft het behoorlijk zacht voor de tijd van het jaar. Met temperaturen eigenlijk de hele tijd in de dubbele cijfers. Het weekend verloopt op veel plaatsen nog zo goed als droog. Misschien in het zuidwesten een klein beetje regen, maar verder is het op zich helemaal niet zo heel slecht weer, met temperaturen van een graad of 10, en met name op de zondag ook af en toe wat ruimte voor de zon. Na het weekend gaat de zon het moeilijk krijgen. Veel bewolking, af en toe regen, vrij hoge temperaturen en ook de koude nachten raken we dan kwijt.